Leni, zij is 11. Ze heeft al 5 jaar een vorm van epilepsie die met medicatie blijkbaar niet te genezen of te onderdrukken valt. En haar mama, Stefanie de Jonge, die schreef een aangrijpend boek over haar verhaal. Dat wordt morgen aan de pers voorgesteld. Goedemorgen, Stefanie. Goedemorgen. Stefanie, jouw boek begint met het verhaal van de nacht dat jouw dochter, ze was toen 6, Leni, tot 2 keer toe werd gereanimeerd na een aanhoudende epileptische aanval. Ja, inderdaad. Nu zijn wij 5 jaar verder. Mm-hmm. En de ziekte is er nog altijd. Effectief, ja. Leni is nog altijd ziek. Ja, je sprak van 2 à 3 aanvallen per dag. Ja, het zijn aanvallen die bij haar met het blote oog niet te merken vallen. Maar die zij wel tegen ons meldt. Zij zegt dan altijd, mama, de kriebeltjes zijn daar weer. En die kriebeltjes, dat zijn heel vaak ook, dat is heel vaak ook het begin van een grotere aanval. En als we geluk hebben, dan komen die niet verder door. Maar ze zegt dat toch wel zeker 2 à 3 keer per dag. Mama, daar is het weer. Ja, het heeft een tijdje geduurd voor jullie wisten wat het precies was, mm-hmm. Wat er aan de hand was met Leni. Mm-hmm. Die zoektocht was lang. Mm-hmm. Effectief, lang, vermoeiend. We hebben heel snel geweten dat het epilepsie was, dat ze epilepsieaanvallen deed. Maar we hebben bijna een jaar moeten wachten tot wanneer er een vermoedelijke diagnose kwam van ja, maar wat voor type epilepsie heeft ze dan? Kadert dat in een bredere ziekte? En vandaag hebben we een diagnose, het is een heel moeilijk woord, virus. Ik zal de details besparen. Maar het blijft ook nog altijd een vermoedelijke diagnose. Want blijkbaar is, zeker ook bij epilepsie, is het zeer moeilijk om te achterhalen wat nu juist aan de basis ligt daarvan. Ja, dokter Te Vroei, goedemorgen. Goedemorgen. Komt dat vaak voor, epilepsie? Wel, epilepsie in de totale bevolking, dan hebben we het niet alleen over kinderen, maar ook de totale volwassen bevolking, zou 1 op 150 van de mensen epilepsie hebben. Ongeveer 50 miljoen mensen op de hele wereld zouden lijden aan epilepsie. En het is niet alleen een ziekte bij ons, hier in de westerse wereld, eigenlijk in heel de wereld, ook in de minder ontwikkelde landen, komt epilepsie heel vaak voor. Ja, en wat zou dan een mogelijke oorzaak kunnen zijn? Wel, ja, heel vaak vindt men geen oorzaak, zeker bij jonge kinderen niet, mm-hmm. want daar bestaat dan ook een heel specifieke vorm nog bij de pubers, de juveniele myoclonische epilepsie, die we ook niet weten van waar dat die zou afkomstig zijn, waar een erfelijke aanleg zou bestaan. Maar dan bij de volwassenen, ja, dan moet je gaan kijken, is er een hersentumor? Is er ergens een hersenletsel? Na een beroerte kan een epilepsie ontstaan. Na een ongeval kan epilepsie ontstaan. Epilepsie kan ook ontstaan bij mensen die alcoholverslaafd zijn, plots stoppen met alcohol drinken. Dus er zijn heel veel oorzaken van epilepsie waar je rekening moet mee houden. Maar bij kinderen, heel vaak vindt men dan weer geen oorzaak. Nee, bij Leni ook niet. Hè? Ze hebben niet echt iets gevonden. Bij Leni, er is ze vermoeden ergens dat er een auto-immuunproces aan de basis ligt van haar epilepsie. Dat wil zeggen dat, heel simpel gezegd, dat haar lijf eigenlijk zichzelf aanvalt en meer specifiek haar hersenen. En daardoor die epilepsieaanvallen zouden veroorzaken. Ja. Maar dat is allemaal maar een vermoeden. Niemand die dat zwart op wit op papier gaat zetten. Nee, nee. Dat de oorzaak is. 2 à 3 aanvallen per dag. Je zegt, je ziet het soms amper dat het gebeurt. Wat gebeurt er bij Leni bij zo'n aanval dan? Goh, Leni heeft heel veel verschillende types aanvallen. Ja. Dat start met, zoals ik daarnet zei, die kriebels. Ze heeft ook heel vaak, jammer genoeg, ook hallucinaties. Hè. Ze ziet dingen die er niet zijn. Ja, in het filmpje, in het fragment dat we daarnet lieten horen, sprak ze over varkentjes. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Als ze spreekt over varkentjes, dan weten wij, jammer genoeg, hoe laat het is. Maar dus ze ziet dingen die er niet zijn. Ze hoort dingen die er niet zijn. Ze ruikt dingen. Heel vaak verbrand. Iets heel fel verbrande geur. Daarnaast heeft ze dan ook aanvallen waar ze bijvoorbeeld plots, als ze naast jou zit, in één keer haar mondje gaat hangen en ze kan plots niks meer zeggen. Ze kan niet meer praten. Ze reageert opeens, zo uit opeens. Het niets. Ja. Ja. En dan tot slot, ja, dan heeft ze ook de grote aanvallen die, denk ik, bij het grote publiek het meest gekend zijn, waar ze eigenlijk neervalt, stijf wordt, speeksel op de mond krijgt en helemaal buiten bewustzijn is. Dus het is een hele gamma aan aanvallen dat ze eigenlijk doet. En ja, er komt er mij nu nog één te boven, sinds kort, want ze blijft er steeds ook maar nieuwe types doen.
heeft ze ook bijvoorbeeld, dat noemen ze dan monoclonieën, haar arm die plots begint te schudden. Ze zit aan tafel en plots gaat die hand, die arm, de lucht in. Oh ja. Of haar oog begint heel hard te trekken, zonder reden. En dat heeft ze helemaal niet in de hand. Nee. Dus het is een heel breed gamma aan aanvallen die mogelijk zijn bij haar en die bestaan. Ja, ik heb begrepen, dokter De Vroei, dat dat een heel breed begrip is, epilepsie. Dat er heel veel symptomen zijn, heel veel oorzaken ook. Of soms zelfs geen oorzaken. Maar wat is zo'n aanval nu precies? Wat gebeurt er dan fysiek? Kan je dat zeggen? Wel, bij een grote aanval, een grand mal, zoals artsen zeggen, daar moet je je voorstellen dat eigenlijk alle hersencellen allemaal tezamen aan en uit gaan. Een soort kortsluiting in de hersencellen, waardoor dat eigenlijk de functies niet meer kunnen bewust bepaald worden, maar waarbij dat alle spieren gaan beginnen schokken. Mensen vallen neer, ze verliezen het bewustzijn. Ze gaan eigenlijk ze gaan hun urine verliezen soms. Ze gaan op hun tong bijten. Er kan speeksel uitkomen. Sommigen kunnen braken zelfs. Dus dat is een gevaarlijke toestand. Vooral omdat ze zich heel erg kunnen kwetsen op dat ogenblik. Maar eigenlijk de kleinere aanvallen, de partiële aanvallen, zijn eigenlijk ook vrij gevaarlijk. Zeker als je auto rijdt en je gaat ineens ongewild wilt aan je stuur beginnen trekken gaat ongewild dingen zien. Je gaat gewoon je concentratie verliezen. Eventjes er niet bij zijn, zo'n absence hebben. Dus een afwezigheid hebben eigenlijk. Zijn ook gevaarlijke toestanden in het verkeer. Dus. En dat zijn dan niet de gegeneraliseerde aanvallen waar alle hersencellen eigenlijk in kortsluiting gaan, maar een deel van de hersenen gaat dan eigenlijk minder goed functioneren. Stefanie, zijn er triggers voor die aanvallen? Ik heb dat vroeger altijd geleerd, zo flitsen in discotheken en zo kunnen epilepsie aanvallen opwekken. Maar ja, hoe zit dat bij Leni? Dat kan, hè, die lichtflitsen. Daar is Leni ook op getest geweest, maar daar is zij niet gevoelig aan. Maar waar zij zeker gevoelig aan is, dat is aan vermoeidheid. Wij moeten haar heel veel structuur bieden, heel veel rust geven, om ervoor te zorgen dat ze voldoende uitgerust is. Zo niet, is er veel meer kans dat ze een aanval gaat doen. Ook stress. Wij merken van zodra zij met nieuwe situaties te maken heeft, stresserende zaken. Als er haar stresserende zaken te wachten staan, dan merken we ook dat zij meer aanvallen doet. Dus bij haar zijn het zeker al die twee triggers die een effect hebben op het aantal aanvallen. Nu, je hebt er een boek over geschreven, Stefanie. Het is meer dan een medisch verhaal. Het impact op de familie, op de ouders, op de vrienden, op het sociale leven van Leni is bijzonder groot. Ja, effectief, ja. Ze heeft niet alleen haar aanvallen, maar al de rest. We proberen haar een zo normaal mogelijk kinderleven te geven, maar ik denk dat we onszelf iets wijs maken als we daarin echt geloven. Leni bijvoorbeeld, Leni kan nooit alleen naar het toilet gaan. Wij laten haar niet toe dat zij bijvoorbeeld de deur dicht doet, want het zou dan maar eens moeten gebeuren. Leni slaapt inderdaad altijd met een camera in haar kamer. Leni kan niet op kamp gaan, want ook daar zou het maar eens moeten gebeuren. Leni kan niet gaan slapen bij vriendjes of vriendinnetjes, want geef je die ouders de verantwoordelijkheid om hier is een noodmedicijn voor het geval dat mijn dochter een zware aanval doet, dat willen wij niet. Ik geef ook eerlijk toe, dat durven wij niet. Ik durf niet die verantwoordelijkheid aan iemand anders te geven. En dus ja, voor zo'n kind, Leni aanvaardt heel veel. Het is een heel wijs kind die heel goed begrijpt wat er met haar aan de hand is. Maar toch leidt zij daaronder. Dus effectief, het is niet alleen haar aanvallen, maar het is al de rest wat erbij komt kijken. Ja, en bij volwassenen is dat natuurlijk ook een grote hinderpaal, hè? In het sociale leven, maar ook in het professionele leven. Ja, naast eigenlijk het medisch probleem, want als er inderdaad een beroerte of een hersentumor vastgesteld is, ja, dat op zich is al een probleem dan bij volwassenen. Kan bij kinderen ook voorkomen trouwens. Maar daarnaast, ja, professioneel werken is dan heel vaak moeilijk. Autorijden
kan niet, tenzij dat je jaren zonder aanval geweest bent. Dan pas kan je terug je rijbewijs opnemen. En dan moet je nog levenslang je medicatie gaan gebruiken. Ook in het sociaal contact. Voor die mensen is het zeer moeilijk. Want inderdaad, als je moe bent, als je iets gedronken hebt. Als je gestresseerd bent, kan er heel sneller of veel sneller een aanval optreden. Ja, is het te genezen eigenlijk? Wel, alles hangt af van de oorzaak natuurlijk. Eerst en vooral moet de oorzaak behandeld worden in geval van een hersentumor of een hersenbloeding. Nu, dat is niet zo heel vaak het geval. Vaak vind je ook geen oorzaak en dan is het veel moeilijker. Dan kan er met medicamenten behandeld worden. Er zijn nu behoorlijk goede medicamenten. Medicamenten bestaan trouwens al heel lang. Medicamenten die je gewoon als pilletjes inneemt. Maar... En wat doen die medicamenten? Die zorgen dat je geen aanval krijgt? Die zorgen dan dat je gewoon minder aanvallen krijgt of geen aanvallen krijgt. Ja, maar dat werkt niet zo goed bij Leni. Nee. Leni neemt 4 medicijnen gecombineerd per dag. Leni heeft daarnaast ook nog een implantaat in de hoop daarmee haar aanvallen te onderdrukken. Maar dus Leni, haar aanvallen komen nog steeds door. Weliswaar veel minder dan het aantal dat ooit is geweest, maar zij doet wel nog altijd aanvallen, effectief. Ja, ja. Wat doe je eigenlijk als je iemand ziet die zo'n aanval krijgt? Wel, vooral zorgen voor de veiligheid van het kind of van de volwassene, dat die zich niet kwetst. Dus als het een kleine aanval is, gewoon een trekking van een arm of een eventjes de aandacht verliezen, oké, dan moet je niet zo heel veel gaan doen. Maar iemand die een grote aanval krijgt, die dan neervalt, dan vroeger werd die echt tegengehouden, werd er iets in zijn mond gestoken, dat is uit een boze, dat moet je niet meer doen. Gewoon zorgen dat die zich niet kan kwetsen, dus kussens rond leggen, meubels waar dat je tegen zou kunnen botsen weghalen. Maar het laten zijn? Of moet je dan de 100 bellen? Of, Wel, het hangt ervan af. Als dat iemand is die natuurlijk gekend is met epilepsie en die zijn zoveelste aanval doet, dan moet je niet telkens opnieuw de 100 bellen. De mensen in de omgeving kennen dat normaal gezien, tenzij dat er niemand van de kennissen in de omgeving is. Als dat een eerste aanval is, oké, dan moet die inderdaad naar het ziekenhuis, moet erbij komen, het onderzoek gaan gebeuren. Maar zeker en vast niets meer tussen de tanden steken. En patiënt vooral als na de aanval dan op de zijkant leggen, zoals op de pictogram te zien is in de studio. Op de zijkant leggen, zodanig dat hij rustig kan ademen, dat de ademhaling niet onderbroken wordt. Dat is heel belangrijk. En dan wachten tot hij terugbij komt. Je hebt ook nog bij Leni, bij Leni, ik spreek dan zeker ook over de grote aanvallen, doen wij dat eigenlijk direct. Wij leggen haar direct op haar zij, omdat die ademhaling zeer sterk geïmpacteerd is. Wij merken heel goed dat zij moeite heeft om te ademen. Dus wij leggen haar op haar zij, omdat dat eigenlijk die ademhaling faciliteert. Het is niet altijd makkelijk om haar op haar zij te leggen, want een heel verstijfd lichaam is echt niet makkelijk, zelfs bij zo'n kinderlijfje, om op de zij te draaien. Dus wij doen dat. En in ons geval, omdat Leni de neiging heeft van hele lange aanvallen te doen, wachten wij die 5 minuten. Na 5 minuten ontstaat er een groot risico dat de aanval blijft duren. Vandaar dat wij op die 5 minuten dan een noodmedicijn toedienen. En na nog 5 minuten, als het er dan nog niet uit is, nog een noodmedicijn. En dan hebben we die ambulance wel nodig. Omdat het risico bestaat bij 2 noodmedicijnen dat opnieuw de ademhaling nog sterker geïmpacteerd wordt. Maar dan door de medicijnen en niet meer door de aanval. Voilà. Maar dus wij beginnen altijd met haar op haar zij te leggen. Hoe is het nu met Leni? Afgelopen zomer was ze eigenlijk behoorlijk goed. We merken altijd in de zomer dat ze beter gaat. We denken dat toch eigenlijk naar school gaan, dat ritme enzovoort, hoe graag ze ook gaat, dat eigenlijk voor haar epilepsie weinig goed doet. Maar... Ze plukt nog wat de vruchten van de goede zomer, laten we het zo zeggen. We zien het epilepsiemonster, zoals ik het ook noem in mijn boek, al terugkomen. Maar we proberen nog wat te genieten van de betere tijd die ze heeft gehad deze zomer. Ja. Het is een heel aangrijpend boek, een heel aangrijpend getuigenverslag ook dat je hebt neergepend. Het heet Zie ik je terug, hoe te leven als epilepsie je kind overvalt. Het is geschreven door Stefanie de Jonge.
Jij was onze gast, dank je wel daarvoor. Dank je wel. En vanaf morgen wordt het voorgesteld en ligt het in de winkel uitgegeven bij Monto. De gegevens zetten we op onze site. Dr. Toefroei, ook heel hartelijk bedankt. En de groeten aan Leni. Zal ik zeker doen. De Madame. Radio 2.